Tijdens een zeer rumoerige algemene ledenvergadering van de politiebond heeft vanmorgen de overdracht plaatsgevonden van het bestuursmandaat. Het nieuw gekozen bestuur onder leiding van Raoul Hellings is vanaf vandaag officieel verantwoordelijk voor de politiebond. Het bestuur Hellings is vanaf... Zij wonnen de vorige week met overweldigende meerderheid de verkiezingen. De overdracht ging niet zonder slag of stoot. Het aftredende bestuur weigerde over te dragen aan het nieuw gekozen bestuur. Een van de kandidaatvoorzitters had namelijk protest aangetekend tegen de wijze waarop de verkiezingen hebben plaatsgevonden. De ex-voorzitter van de politiebond, Robbie Ramjiawan, toen nog in functie, besloot op grond daarvan de overdrachtsvergadering te verdagen. Dit kwam niet goed aan bij de leden. De situatie liep bijna uit de hand. De nieuwe bondsvoorzitter Hellings was niet te spreken over deze vertoning. Het bestuur heeft gemeend die zogenaamde juridische vraag die het lid had opgeworpen, namelijk is er een overeenkomst van hogere orde dan de statuten of het huishoudelijk reglement. Het bestuur had gemeend om die vraag te moeten toetsen en toen zij vond dat zij niet eruit kwam, toen zei ze dat ze de vergadering zou verdagen om de kortgedingrechter in de gelegenheid te stellen om hierin binnen eenmaal 24 uur uitspraak te doen. Het is op zich een dooddoener, omdat je nu al weet dat de kortgedingrechter binnen eenmaal 24 uur geen uitspraak zal doen binnen deze zaak. Het bestuur moet niet op de stoel van de kortgedingrechter gaan zitten, omdat de kortgedingrechter vrij is om zelf haar afkleedschema te bepalen. Gelukkig is kunnen voorkomen dat de voorzitter wegging. Wat gaat er nu gebeuren? Nou, ik heb vernomen dat die vergadering wordt voorgezet. Ik weet niet in of waar men toe over zal gaan, maar de ALV is duidelijk, zij wil hebben dat er bestuursoverdracht plaatsvindt. Wat gaat er nu in jou om? Nou, laat me zeggen, ik ben enigszins geschokt, maar verrast ben ik niet. Omdat als ik kijk naar het traject waar we doorheen zijn gegaan, 3 jaar geleden, sinds we zijn begonnen, tot en met de verkiezingen zelf, waar er enorm met vuil is gesmeten en waar er op de persoonlijke toer is gegaan, waarbij men er niet voor heeft geschroomd om te zeggen dat collega Gentle ecstasypillen verkoopt, dat collega Atompai een oplichter is en waarbij Hellings is beticht te zijn een racist. Weet u dan, verbaast dit mij niet. U moet het breder plaatje proberen te bezien. Eerst werd er aangegeven dat er een bond voor officieren en onderofficieren zou worden opgericht. Nadat dat scenario is ontmanteld, kwam men nu met iets anders. Alsof zou er in strijd met de statuten en het huishoudelijk reglement zijn gehandeld. Terwijl er duidelijk sprake is van aanvullende regels daar waar het huishoudelijk reglement en het statuut tekort schieten. Dus ik ben geschokt, maar geen zin verrast door de handelingen die er nu gepleegd worden. Maar punt is, vandaag moet overdracht plaatsvinden. Als het aan de ALV ligt en als het aan mij ligt, dan moet de bestuursoverdracht vandaag plaatsvinden, ja. Raoul Hellings, de nieuwe voorzitter van de politiebond. Na fel protest vond de bestuursoverdracht van de politiebond vanmorgen toch nog plaats.